Het personeel van het psychiatrisch centrum Suriname, PCS, heeft sinds gisteren het werk neergelegd. Volgens Errol Snijders, voorzitter van het AVVS, de moederbond, die de bond bij het PCS bijstaat, heeft het personeel nog geen salaris en vakantiegeld ontvangen voor de maand juli. De leden zijn ook boos omdat de directie geen uitsluitsel kan geven wanneer de gelden wel gestort zullen worden op de rekeningen van het personeel. Als reden kreeg de bond te horen dat het ministerie van Financiën voor deze maand nog geen geld heeft overgemaakt naar de psychiatrische instelling. De geluiden dat het personeel geen reden tot actievoering heeft omdat het nog geen eind van de maand is, heeft Snijders ook gehoord. Echter, hij vindt dat een drogreden omdat de salarissen doorgaans op de 25e van de maand worden overgemaakt. Een paar mensen hebben de uitspraak gedaan. Ja, maar het is nog geen 31 en die mensen maken ruzie. Maar je hebt ze niet 31 de vorige maand betaald. Ja. Je hebt ze 25 de vorige maand betaald. Dus eigenlijk zit je 5 dagen over tijd. Dus bijna. Precies. Ja, ja, ja. Dus die beredenering van het is nog geen 31 gaat niet op. Ja. Omdat je de mensen per 25 meestal betaalt. Okay. Begreep je? Ja. En als je überhaupt in een probleem zit, dan moet je behoorlijk met die mensen zitten. Maar je moet die mensen zicht geven op wanneer wordt het dan wel betaald. Er is men wel bereid rekeningen mee te houden. Maar als je zegt dat je niet weet, en al 2 maanden moeten die mensen echt de kraan houden dat het salaris wordt uitbetaald. Ik bedoel, zo gaat het niet toch? PCS-directeur Daya Shankar Matura zei in de media dat de laatste maanden het ziekenhuis met kunst en vliegwerk draaiende wordt gehouden. Het PCS beschikt wel over de ressus, maar het geld wordt maar niet overgemaakt door de overheid. Zolang het ministerie van Volksgezondheid geen toestemming krijgt van financiën, kan zij geen middelen overmaken naar het PCS. De vakbond bij het PCS heeft enigszins begrip voor de situatie. Het is daarom dat de dispensatie is verleend aan afdelingen en personen, zodat het werk voortgang kan vinden. De hoofden van de afdelingen, de artsen, de specialisten, de veiligheid, ja, dus de security. En we hebben gezegd dat de gelegenheid wordt geboden om dus fourage te brengen voor de keuken. Zodat zij eten konden klaarmaken voor de patiënten. Voorzitter Errol Snijders van het AVFUS, de moederbond, in een telefonisch interview met onze nieuwsdienst. We spraken hem naar aanleiding van de werkneerlegging bij het PCS sinds gisteren. De vakbond wil de acties opschorten zodra er meer zicht is op de uitbetaling van het salaris en het vakantiegeld.